Marten heeft een amputatie van haar rechter onderbeen. Om te kunnen sporten is een sportprothese noodzakelijk. Uniek Sporten helpt Marten met een sportbleed. Ik ben Marten en ik woon met mijn vader Robin en moeder Anouk en met mijn tweelingzus Floor en met mijn grotere broer Wouter. Ja, tijdens de zwangerschap heeft ze een verstopping gehad in een bloedvat in de been, waardoor haar been gestopt is met groeien. En eigenlijk als het ware is afgestorven en na de geboorte moest dat geamputeerd worden. Ze is atletiek gaan doen en in het begin gaat ze natuurlijk gewoon rennen met een gewone prothese. En dan zie je dat dat op zich wel gaat, maar toch echt wel een groot verschil ontstaat met haar leeftijdsgenoten. Ja, het was wel wennen, want het heeft een ander gevoel dan een gewone been waar je dan aan gewend bent. Want het was eigenlijk ook iets langer dat je er dan ook doorheen kon zakken om meer vering te krijgen. Maar met een bleed is het wel leuker geworden. Je moet het eerst aan een verzekeringsmaatschappij vragen of via de WMO van de gemeente. Dan krijg je eigenlijk al te horen dat het redelijk kansloos is. Maar goed, het is even het officiële traject. Je moet het overal proberen. Omdat het niet gelukt is, kun je bijvoorbeeld bij Uniek Sporten proberen een vergoeding te krijgen. Ik denk dat bewegen een van de belangrijkste dingen is, zowel fysiek als mentaal. Dus iedereen moet kunnen sporten en bewegen. Ja. Ja, mij lijkt het wel heel cool om ook wel gewoon heel goed te worden. Met een bleed en zo, met atletiek. Heel goed zijn in hoogspringen lijkt me dan heel leuk.